Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vindt dat kosten voor diplomatie als een investering gezien moeten worden. De bewindsman zegt dat Suriname een inhaalslag moest maken op het gebied van diplomatie en het beleid van de huidige regering nu vruchten afwerpt. Zowel politiek als financieel was onze reputatie slecht. We werden niet vertrouwd. We werden niet gezien als een land dat zeg maar, in de Verenigde Naties behoorde met de juiste normen en waarden. Dat is allemaal veranderd. Ik kan met overtuiging zeggen, na 3 jaar ben ik heel tevreden over waar we vandaag staan als land in de wereld. De erkenning die er is, blijkt elke dag weer. Elke dag. Dit is één vorm. Dit is een belangrijke vorm. Want dit komt met middelen. Hetzelfde geldt voor Brazilië, die hetzelfde doet met ABC. Ook hele belangrijke functionele samenwerking. Maar als je kijkt naar de politieke erkenning die we hebben, wereldwijd. En we hebben een gebalanceerd buitenlands beleid opgezet, waarbij we vrienden hebben op elk continent. Op elk continent. In Zuidoost-Azië, in Afrika, in Europa, in Noord-Amerika. We hebben de verhoudingen met onze buurlanden geïntensiveerd. Ramdin benadrukt dat zelfs de band met Frankrijk hechter is geworden. Suriname wordt nu erkend als een land dat veel aandacht nodig heeft. Kijk, de schuldherzieningen zijn daar onderdeel van. Wij weten dat we op het stuk van het creëren of het herwinnen van het vertrouwen op het stuk van financiële aspecten, dat dat een moeilijk traject was. We zijn er nog niet helemaal uit. Iedere keer moeten we overtuigen dat we ze niet voor de gek gaan houden. We hebben de IDB representative hier van Suriname, Chief John, hier. En ook zij weet hoeveel werk er is om de mensen te overtuigen. Wij gaan het anders doen. We gaan ervoor zorgen dat wat we toezeggen, dat dat gehonoreerd wordt. Dat is vertrouwen creëren. Pas dan ga je landen achter je krijgen. Dus ik denk dat al die activiteiten die we hebben ondernomen in de afgelopen 3 jaar nu vruchten afwerpen. En als we niet afwijken van dit traject van doorbleven praten, dan gaan we zien dat het heel veel voordelen zal hebben voor Suriname en voor Surinaamse bevolking. Ramdin meent dat de investering in diplomatie zichzelf nu terugbetalen. Hij voorspelt dat Suriname veel meer voordelen zal halen uit diplomatieke wegen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de Internationale Ontwikkelingsbank voor een portfolio rond de besteding van geld voor financiën en onderwijs.